Vandaag in deze video ga ik jullie uitleg geven hoe jullie een spiegeld server kunnen afhalen, installeren en kunnen gebruiken. Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier met uitleg hoe je voor versie 1.13 een spiegeld server kunt gaan afhalen, kunt gaan installeren en er ook plugins in kunt gaan plaatsen. Dat ga ik jullie vandaag allemaal gaan uitleggen. Ik ga wel niet gaan uitleggen hoe je samen met je vrienden kunt spelen. Daarvoor moet je naar een van mijn oudere video's gaan. Linkje staat hieronder in de beschrijving met meer uitleg hoe je samen met je vrienden kunt spelen. Wil je 24 of 24 uur de hele week kunnen samenspelen, moet je wel overgaan naar een hosting en dan moet je al wat gaan betalen. Dus het eerste gaan we beginnen met naar deze website te surfen. Dit is de getbucket.org. Dan zijn ook natuurlijk nog andere websites zoals de spiegeld.org waar je zelf ook op kunt gaan. Maar dit vind ik de makkelijkste website waar alle versies op staan van servers. Dan ga ik hier bij versie 1.13 op het download knopje klikken en dan hier onderaan bij spiegeld 1.13.jar. Deze gaat deze versie gaan downloaden en daarna kunnen we er verder op gaan werken. Nu, we gaan hier niet op gaan klikken. We gaan eigenlijk deze server, gewoon op dat pijltje klikken, weergeven een map. En dan zien we dus dat hij hier bij de downloads map staat. We klikken op behouden en dan gaat hij normaal gezien in ons mapje terechtkomen. Hier zie je spiegeld 1.13. Ik ga dan eventjes naar mijn bureaublad en ik maak op mijn bureaublad een nieuw mapje aan. Map. En ik noem deze server 1.13. En dan kunnen we dat mapje gaan openen en dan kunnen we deze spiegeld 1.13 hier gaan inslepen. Oké. Nu dat we dit hebben gedaan, moeten we deze server gaan opstarten en dat doen we als volgende. We gaan rechtermuisknop, een nieuw en dan maken we hier een tekstdocumentje aan. Maar laten we de titel eventjes opstaan. Dubbelklik en dan wordt kladblok geopend. Dat maakt op zich niet zoveel uit. En hetgeen wat we gaan doen is eigenlijk als volgende. Moet ik hier eventjes iets aanpassen. Dit is het volgende wat we hier gaan inplaatsen. Ik zal het hieronder eventjes bijzetten. Dan kunnen jullie het kopiëren en gaan plakken. Hier staat eigenlijk als volgende dat we de server, deze spiegeld-1.13. We zien hier spiegeld-1.13.jar op 1024m. Wat betekent het allemaal? Dit is eigenlijk informatie van mijn eigen. Dat is een beetje reclame maken voor mijn eigen. En dan heb je hier ook nog wat extra commentaar bij staan, maar daar kom ik zelf eens bij. Dit is eigenlijk het belangrijkste. Dat is de Java XMX 1024M. En dit is de naam van dit. Hier zie je spiegeld 1.13 en no GUI. Wat betekent dit? De 1024 is de grootte van jouw server. Deze staat nu op 1 gigabyte. 1024 megabyte is 1 gigabyte. En dit kan, soms moet je dit eigenlijk minder gaan zetten naar bijvoorbeeld 500, zodat je maar 500 megabyte hebt of een halve gigabyte. En de rest wat hier allemaal bij staat, daar kom ik straks nog bij. Dus als je dat hebt gekopieerd en geplakt, klik je nu op bestand opslaan als. En dan gaan we dat niet als tekstdocument, maar op alle bestanden. En we kunnen bijvoorbeeld run.bat, run.bat, van een batch bestand eigenlijk. We klikken op opslaan en eenmaal als dat opgeslagen is, kunnen we het nieuwe tekstdocument verwijderen en dubbelklik op het runbestandje klikken. Nu, om een of andere reden zijn vaak de builds outdated. De laatste tijd heb ik alleen maar outdated builds en ik weet niet als dat juist komt, maar we kunnen altijd naar de spiegeldmc.org gaan voor de laatste versie ook nog te gaan afhalen. Oké, eenmaal als dat geladen is, zien we een hele hoop teksten. We zien ook dat het een development build is, dus eigenlijk moet ik jullie nu al waarschuwen dat versie 1.13 nog niet op punt staat voor jouw Minecraft servers. Dus let daar nog goed mee op. Dus hier worden van al dingen opgesteld en hier staat you need to agree the OLA of de OLA in order to win the server. En dit is eigenlijk de tekst die we daar straks hebben gezien. Druk op eender welke knop om het weg te krijgen. Ik druk erop en hij gaat weg. Hier zien we OLA. Dubbelklik hierop en hier staat false. Van deze false gaan we true maken. T-R-U-E en we slaan het op door een bestand en dan opslaan te klikken. Wat is de OLA? Of de OLA uitgesproken, ik weet niet heel juist hoe je het uitspreekt. Dat is eigenlijk een heel tekstbestandje met allemaal informatie van wat Minecraft bijhoudt, wat Mojang bijhoudt, wat dit, zie en la. We sluiten dat. We starten de server terug op, moeten eventjes weer die 15 seconden gaan wachten. En daarna wordt je server volledig opgestart voor versie 1.13. En zo kan je het doen voor iedere versie dat je ook maar wilt. Eenmaal als dit gaat opstarten, gaat hij al de verschillende werelden gaan aanmaken. Zoals de gewone wereld, hij gaat ook de Nether gaan aanmaken en de End. Maar hij gaat ook verschillende mapjes gaan ontwikkelen, wat je hier dus al ziet. Ja, ontwikkelen is het niet echt. Ondertussen is dit verder bezig en dan gaat hij nu de
arena's gaan aanmaken. Dus eigenlijk de verschillende mappen is hij nu aan het aanmaken. Hier zien we dus logs, plugins, world, world nether, world end, banned IP's enzovoort enzoverder met meer informatie over de volledige plugin zelf. Nu, dit gaat bijna klaar zijn. Ik zie dat hij bij level 1 is, moet alleen nog level 2 en dan is hij klaar. En een tip als volgende, stop in de chat. We klikken op stop. Of enter op stop. En dan gaat hij de hele server gaan stoppen. En dan is hij klaar. Oké, eventjes voor de verduidelijking. Wat staat er nu allemaal nog bij? Of ja, wat bedoelen al die bestanden? Dit zijn al de verschillende werelden. De gewone wereld, de nether en de end. Het staat er gewoon heel bij. Logs, dat is gewoon alle informatie wat wordt bijgehouden als je server aanstaat. De plugins folder, hier plaats je je plugins bij. Dus je downloadt een plugin af en je plaatst deze hier in de plugins folder. Dit zijn gewoon banned IP's en banned players, spelers die geband zijn. De bucket, dat is eigenlijk een filetje als je met de... Ja, dat is eigenlijk gewoon een file waar je niet echt bij moet staan. Dus daar moet je eigenlijk niet echt in komen. Comments moet je ook niet bij zijn. Dan het volgende wat wij eigenlijk wel hebben, dat is deze. Dat is server.properties. Klik daar rechtermuisknop op en open het met Notepad++. Heb je niet Notepad++, open het dan met kladblok, maar dat is veel moeilijker om te gebruiken. Dus ik raad jullie aan om zeker een link hieronder in de beschrijving te bekijken. Vervolgens zien we hier dus een hoop dingen. We kunnen eigenlijk de game mode aanpassen dat iemand krijgt als hij op de server joint. Dat staat standaard op 0. Whitelist staat standaard ook uit. Maar het belangrijkste wat voor mij bijvoorbeeld belangrijk is, dat is eigenlijk hier van onder. Dat is, moet ik heel eventjes gaan kijken. Dat is deze. Dat is de enable comment blok. Wil je dat commandoblokken mogen gebruikt worden op je server, dan ga je deze false naar true omzetten. Maximum spelers kan je aanpassen naar wat jij wilt. Ik zet die altijd standaard op 3. En vervolgens kunnen we nog een paar dingetjes extra aanpassen. We kunnen de naam aanpassen. We kunnen een resource pack erin gaan toevoegen als we dat willen. We kunnen ook de MOTD, dat is de message of the day, kunnen we ook aanpassen naar van... Kijk, het werkt. Bijvoorbeeld dat. En hier staat nog een belangrijke. Online mode staat op true. Wat betekent dit? Online mode op true betekent dat eigenlijk dat Minecraft met Mojang gaat nakijken. Is dit wel een gebruiker die echt Minecraft heeft gekocht? Als je dit op vals zet, dan kunnen ook hackers niet echt, maar dat zijn eigenlijk mensen die niet hebben betaald voor Minecraft, kunnen die ook op mijn server komen. Dus van die gehackte profielen. Dus dat kan je aan- of uitzetten naar wat jij wilt. Je slaat dat op door op het opstaan tekentje te klikken en dan kunnen we de server terug opnieuw gaan opstarten door hier op run te gaan klikken. Natuurlijk duurt het weer 25 seconden, dus ik ga eventjes mijn Minecraft opstarten. Oké, zoals je dus kunt zien is de server opgestart in bijna 20 seconden. Vrij lang, maar dat komt omdat het een van de eerste keren is. We zien hier... Wow, ik kom eventjes tussen. Ik ben glad vergeten het uit te leggen in deze video van hoe kom je nu bij dit test plugins. Heel eenvoudig. We klikken op add server. We geven dit een naam naar jouw keuze. Ik noem het bijvoorbeeld eventjes Jens, dat is mijn eigen naam. En dan kunnen we hier local... host typen. Als we local host hebben getypt, dan hebben we onze server erbij aangemaakt. Nu, op dit moment heb ik eventjes mijn server uitstaan, maar als we hier eventjes gaan kijken, dan zien we ook dat hier local host bij staat. En zo kan je dus op je eigen server terechtkomen. Ja, ik had het nog niet uitgelegd, het was eventjes snel, en ik zag tijdens het bewerken, oei, ik heb het niet verteld, dus zo maak je je eigen server bij aan. Test plugins. Kijk, het werkt. Dat hebben we namelijk thuis aangepast. We gaan eens een keertje in onze server. Hij is alles aan het aanpassen, alles aan het laden. En tada! Dit is trouwens ook voor de eerste keer dat ik eigenlijk goed speel in versie 1.13. Wauw, ik spawn direct in een gloednieuw gebied. En mijn toetsenbord staat fout. Jee. Dus er natuurlijk één ding. Ik ben de baas van de server, dus ik wil me nog gaan OP'en. Of overpowered, of wat het ook juist is. Dus ik doe OP. En dan mijn eigen naam, dat is Jensie1996. En als ik dat heb gedaan, zien we MateJensie1996 als server operator. En dat betekent dat ik nu al de verschillende commandos kan typen. Game mode naar creative. En zoals je dus kunt zien, ben ik nu in game mode creative. Nu wil je dit nu samenspelen met jouw vrienden, dan raad ik zeker en vast aan om het linkjes hieronder te gaan bekijken in de beschrijving. Ik raad jullie ook nog een paar andere video's aan waarbij ik meer informatie geef over bijvoorbeeld de basisplugins die je moet hebben op je server. Zoals Essentials, WorldGuard, WorldEdit
enzovoort enzoverder. En ik zal een hoop tutorials hieronder proberen te zetten met alle linkjes in de beschrijving. Zo, dat was eigenlijk de uitleg hoe je een heel makkelijk een server in versie 1.13 kunt afhalen en kunt installeren. Nogmaals, je plugins moet je plaatsen hier in de plugins folder. Daar zet je al je plugins in. En voor de rest, als je een eigen wereld al hebt, noem die wereld World. Verplaats deze verplaats deze die hier staat door die nieuwe en dan kun je die wereld gaan binnenhalen. Zo, dat is eigenlijk alles. Heb je meer informatie nodig over andere dingen, bijvoorbeeld hoe je een gewone server installeert, is net hetzelfde. Of hoe je, gewoon, heb je meer informatie nodig over iets, laat het mij dan weten hieronder in de reacties. Maar dan zijn we eigenlijk op het einde van deze video gekomen. Ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Geef dan een duimpje mocht het doen. Raak ook in één keer dat abonneerknopje aan en vergeet zeker en vast niet dat bellicoontje, want dan krijg je een notificatie wanneer dat er video's online komen. Maar, mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!